Hier heb ik altijd geslapen. Hier stond mijn wiesje. Toen mijn moeder overleed, toen had mijn vader een nieuwe plek nodig. En toen heeft hij het huis te koop gezet. Thuis is voor iedereen anders. Al snel werd het de hypotheekadviseur van de Rabobank duidelijk wat dit huis voor Felie betekent. Die heeft ons heel duidelijk uitgelegd waar we stonden toen op dat moment. Dat was wel heel spannend, of we het financieel allemaal zouden rond kunnen krijgen, ja. Toen zei hij tegen ons, ja, maar ik denk dat dat gaat lukken. Gaat lukken. Dit is mijn plek, dit zijn mijn wortels. Als mijn moeder naar beneden kwam, 's ochtends, dan wist je gewoon bij welk kraakje en bij welke tree ze was. Hier was de deur en hier was een heel klein soort bijkeukentje. Ja, ik heb niet meer het gevoel dat ik bij mijn schoonouders op bezoek ben, nee. Ja, dit is, ik denk, een van de mooiste plekken om op te groeien. Je hebt hier alle ruimte, je hebt de natuur, je hebt de bossen, je hebt de zee. Het is nog steeds echt iedere keer genieten. Als je dan zit en je kijkt naar buiten en je denkt, ja, jeetje, nu is het van ons. Dat is echt gaaf, ja. Een aandeel in elkaar, Rabobank.